18 minuten over 11 is het geworden. We gaan praten met Jeroen Wolse van Moneywise. Jeroen, niet bij ons in de studio, maar vanwege corona ook thuis, hè? Via de Teamsverbinding. Ja. Ja. Nou ja, goed, maar dat weerhoudt ons er natuurlijk niet van. En Sinterklaas en Weerpiet ook niet. Om met jou te gaan spreken. Want ondanks al het slechte financiële nieuws van het afgelopen jaar, is er toch ook nog wel wat goed nieuws te melden. Ja, kijk, ik dacht de goed heiligman is weer in het land. Sterker nog, hij is bij jullie in de studio. Hè? Dus laten we nou eens even kijken naar toch ook de positieve dingen. Want we hebben natuurlijk wel een jaar erop zitten met z'n allen. Hè? Maar ik moest wel een beetje zoeken, Sinterklaas, naar de leuke dingetjes op financieel gebied van dit jaar. Nou, is het veel of is het maar één goed dingetje? Nee, het zijn wel verschillende goede dingetjes. Laten we maar gewoon eens ergens beginnen. Een beetje een hot item nu, hè? Dat is natuurlijk de pensioenen. De senioren, en daar kan Sinterklaas natuurlijk over meespreken, die klagen al jaren dat hun pensioenen niet verhoogd worden. Nou, daar worden nu wel flinke klappen gemaakt. In die zin heeft u het verkeerde vak gekozen, Sinterklaas, want u was beter af geweest als bouwvakker. Want dan gaat u de volgend jaar, let op, 14,5% bij krijgen. Zo. Ja, daar kan je heel wat pepernoten voor kopen, kan ik je verklappen. Het pensioenfonds voor de bouwvakkers heeft het goed gedaan. Het heeft allemaal te maken met aan de ene kant die stijging van de rente, waardoor de rekenrente, waardoor pensioenfondsen zeg maar beter op de balans staan. Hè. Ze hebben meer geld in kas, terwijl de pot is nog net zo vol als een jaar geleden hoor. Maar ze mogen met andere bedragen rekenen. Los daarvan heeft het pensioenfonds voor de bouwvakkers het erg goed gedaan in hun beleggingen. En dat merken de bouwvakkers. Nou, mocht Sinterklaas een functie eigenlijk bij de radio ambiëren, zoals ik hem nu hier zie, zou hij dat best kunnen. Dan heb ik ook goed nieuws voor, want het pensioenfonds voor omroep, de PNO, die gaat met 13,58% omhoog. Dus mocht het zo zijn dat Sinterklaas liever bij de radio werkt dan bouwvakker of Sinterklaas is, dan is dat ook een interessante, een goede 13,5% erbij voor de mensen in de studio. Ja, nou, hoe luidt dat spreekwoord ook alweer? De duvel scheidt altijd op de grote hoop, hè? Ja, absoluut. Maar goed, dat zou ik dan niet zeggen waar het nu voorbij is. Nee. Mocht je in het ziekenhuis terechtkomen, dan zul je merken dat de verpleegster om je bed ook weer iets vrolijker is. 6% erbij voor de mensen in zorg en welzijn. En dat mag ook wel na jaren hard werken en alle corona-ellende. Is dat natuurlijk ook een mooi uitgangspunt. Maar Jeroen, even. We hebben ook altijd afrips in de uitzending. En bij mij weten, hoor ik die altijd praten over van het gaat niet goed met die pensioenen. Dat gaat helemaal verkeerd. Hoe kan het nou dan dat er een keer zoveel positief nieuws over is? Nou ja, kijk, waar Ab op duikt is eigenlijk de onduidelijkheid die er speelt met de nieuwe plannen met de pensioenwet aan de ene kant. En ook wel het feit dat er gewoon heel veel geld in de pot zit en dat we dat er niet uit laten komen. En dat je ook wel ziet dat er best veel geld verdampt is. Dat heeft ook wel te maken met de tegenvallende resultaten op de beurs. Maar het laat onverlet dat we natuurlijk nog steeds een heel rijk pensioenland zijn. En ik denk waar Ab vooral op bedoelt is dat het allemaal beter en slimmer kan. En daar zitten ook zeker wel punten in. Het is natuurlijk altijd minder makkelijk om dat in één keer goed te doen voor iedereen. Maar het is wel zo dat we gewoon veel geld in de pot hebben. Maar door die hogere rekenrente, en dat is wel de belangrijkste factor, kan men met hetzelfde kapitaal meer pensioen uitdelen. Hè? Omdat er gewoon blijkbaar dan de pot langer gevuld kan blijven. En als die pot langer gevuld kan blijven, kun je er meer uithalen. En dat heeft te maken met die rekenrente. En ja, dat is gewoon een economische factor waar een pensioenfonds dan eigenlijk ook geen grip op heeft. Maar waar ze wel mee moeten dealen. In dit geval betekent het in ieder geval dat ze wat ruimte hebben om de pensioenen eindelijk weer eens te verhogen. Let op, hè, want sommige pensioenfondsen zijn 10 jaar niet verhoogd. Hè? Dus de senioren hebben aardig ingeleverd. Zijn in ieder geval achteruit gegaan. En het is overigens leuk, hè? 4 of 5 of 6% erbij en zelfs 14,5%. Maar met de huidige inflatie kan je nog steeds aan het eind van het jaar hetzelfde brood kopen. Hè? Dus dat is natuurlijk ook een punt van aandacht. Met Jeroen Klaassen. Jeroen Klaassen. Die is volgens mij al heel lang weg, Arnoud. Meneer Plaket, moet ik eigenlijk zeggen. Jeroen Klaassen was onze tuinman, hoor. Was jullie tuinman, hoor. Jeroen Klaassen. Jan Klaassen. Nee, Jeroen Klaassen was het, toch? Oh, nee, dat was ook... Nee, die heette wel. Echt alles door. Die heette ook geen Jan Klaassen. Ik weet het niet. We gaan gewoon door met Jeroen Wolfsen. Van Moneywise. En we gaan het hebben over bijvoorbeeld de spaarrente. Ik heb natuurlijk heel veel pepernoot op de bank. En ik kreeg van de week een brief dat ik maar liefst 1% rente krijg vanaf nu. Dat is wel een Franse bank trouwens, maar dat is toch prettig. U heeft toch banken in alle landen? Ja, maar dit is een bank met de hoogste rente. Mijn bespaarpiet, die rekent het altijd uit. Nou, hoe zit het, Jeroen? Die spaarrente is weer gestegen. Is het echt dat we zeggen van, nou, dat is echt goed nieuws, hoor? Nou ja,
Goed nieuws, goed nieuws. Sinterklaas heeft gelijk. Je moet ver naar het buitenland toe, richting Frankrijk, Spanje of de Oostblok, om richting 1% aan rente te gaan. De beste Nederlandse bank doet op dit moment 0,5%, en dat is NIBC. En de banken zoals wij die kennen met z'n allen, hè, van het Dorpsplein, de Rabobank en de SNS-bank en de ING, die heeft keurig nog een rente van 0,01%. Dus dat doet nog niet veel. Maar als je een beetje gaat zoeken, kun je inderdaad eindelijk weer een keertje rente krijgen op je spaargeld. Maar dan moet je wel naar het buitenland. Dus een beetje opletten of je dat wil. Ook wat iets meer organiseren, maar het is dus mogelijk. Eindelijk weer eens een keertje een beetje rente op je spaarrekening. Dat is een dingetje wat kan spelen. Ander dingetje wat je natuurlijk af kan vragen. Misschien heeft Sinterklaas daar iets over in het grote boek waar alles in staat. Is de vraag natuurlijk, wat gaat de beurs doen? Het is natuurlijk nog steeds een onrustige tijd. Maar ja, we komen van een slechte tijd. Vorig jaar hadden we een mooie beurs. We hebben het laagste punt dit jaar even gehad. Weer rond de 633. En we staan nu weer zo rond de 700. Ja, kunnen we weer richting de 800? Ik durf het niet te zeggen. Maar goed, het zou de mensen met beleggingen kunnen helpen. En ook onze pensioenfondsen en alle potjes die we hebben. Als die beurs weer een beetje aantrekt. Maar dan moet het misschien een beetje rustig worden in het oosten van Europa. Daar durf ik geen uitspraak over te doen. Krijg je ook een klein beetje met een schuin oog naar de crypto's? Ja, nou ja, goed, daar is natuurlijk veel meer aan de hand. Hè. Dat is altijd de kernvraag, wat is een crypto waard? En als blijkt dat er weer fraude in het spel is, zoals nu met een grote cryptopartij geweest is, ja, dan zakt zo'n ding gelijk door het ijs. Ik wil niet zeggen dat iedereen het geloof in de crypto's verloren is, maar feit is wel dat de bitcoin is van 60.000 op het hoogste punt naar nu rond de 15.000, 16.000. Ja, en geloof me, daar hebben heel veel mensen pijn van. Ja, hè, dus, zeker ook. Ja. Het is altijd maar de vraag of je dat echt als een belegging moet zien. Hè? Dus dat is altijd wel een punt van aandacht. Ja, enig advies is daarin, niks doen, gewoon blijven zitten. Als je ze hebt, niks doen. Als je lef hebt, nog een klein beetje bijkopen om je verlies misschien een beetje te middelen. Maar dan moet je best wel wat lef hebben, want ik vind het spannend worden. Hè? Ja, is het ook. Iets minder spannend, maar wel leuk. De WOZ-waarde omlaag. Nou, ik zeg wel leuk, maar is dat ook leuk? Nou ja, ten eerste is het niet leuk omdat natuurlijk de WOZ-waarde alleen naar beneden gaat als je woningwaarde daalt. En dat lezen we natuurlijk in de krant dat dat op dit moment wel het geval is. Maar er staat tegenover dat de WOZ-waarde eigenlijk altijd wel achterloopt op de werkelijke waarde. Dus als iedereen, hè, dat kan je heel makkelijk checken op WOZ-waardeloket. Dan kan je je eigen postcode in toetsen, maar ook de postcode van de buren of van je familie. Dus als je wil weten wat de WOZ-waarde van een woning is, dat is gewoon vrij beschikbaar. En je zal zien dat die cijfers eigenlijk altijd een beetje achterlopen met de werkelijkheid. Nou, je zou natuurlijk verwachten dat als de woningprijs gaat dalen, dat de WOZ-waarde ook wel wat naar beneden gaat. Maar er is nog steeds kans dat volgend jaar die WOZ-waarde misschien nog wel hoger is, omdat er nog steeds een klein beetje een inhaalslag gemaakt moest worden. Zou die wel dalen, dan is dat goed nieuws, omdat je met een lagere WOZ ook minder onroerend goedbelasting, afvalstoffenheffing en een klein stukje belastingvoordeel krijgt, omdat je iets meer hypotheekrente af kan trekken. Maar ook dat is iets wat ik niet kan beloven. Maar het zou mooi zijn, hè, als je toch in je huis zit en je wil niet verhuizen, dat die WOZ-waarde wat naar beneden aangepast wordt als de woningprijzen inderdaad blijven dalen. Ja, nou en dan nog een ander goed nieuws. Over een week dan krijgen veel mensen die €190 die tegemoetkoming. Ja. De energie volgende maand ook nog een keertje. En dan vanaf 1 januari dat prijsplafond. Maar daar is nog een hoop gesteggel over. Ja, er is zeker een hoog gesteggel over. En het dekt natuurlijk ook niet de lading voor heel veel mensen. Kijk, die €190 is leuk. Die krijgt iedereen. Ook mensen met een bij wijze van spreken, een woning die energie neutraal zijn en maar 3 tientjes per maand aan energiekosten hebben, die krijgen toch die €190. Nou, dat is dan het voordeeltje. Andere mensen met een energie niet zuinige woning, die hebben er misschien meer voor nodig. Maar dat is wat het is. En dat prijsplafond dat is nu een paar keer aangepast. Dat staat nu op €1,45 per kuub gas. En dat geldt dan voor een maximum van 1200 kuub. Dus heb je nu een tarief bij je gasboer van €3... dan ga je in ieder geval straks over de eerste 1200 een stuk minder betalen. En de eerste 3000 kilowatt, eigenlijk 2900 aan energie voor je elektriciteit, daar ga je maar 40 cent over betalen. Nou, veel mensen zitten met hun contracten boven die bedragen. Dus die gaan er wel wat geholpen mee worden. De verwachting is dan ook wel dat veel mensen daar voordeel van krijgen. Maar een hoop mensen zullen ook niet aan die aantallen komen qua kilowatt en qua kuub gas. Nou, dit is toch, dan heb je best een energiezuinige woning, moet ik eerlijk zeggen. Hè? Want 1200 kuub, dat is toch wel het gemiddeld verbruik wat je al snel hebt. Zeker als iemand jonge kinderen heeft en nog thuis woont en de kachel aan heeft staan, dan kan het natuurlijk hard gaan. Dus het verschilt gewoon heel erg per situatie. Hoe zuinig is je huis? Hoe zijn je leefomstandigheden? Hoe groot is je gezin?
En natuurlijk, ja, weet je, doe je een trui aan of draai je de knop om. Dat is natuurlijk waar je zelf heel veel invloed op hebt. Maar het idee is dat hier een boel mensen mee geholpen kunnen worden. En het is zeker voor veel mensen een verlaging. Maar niet iedereen heeft er wat aan. Ik heb de mazzel dat ik nog een contract heb met lagere prijzen dan dit. Ja, dan heb ik er niks aan. Maar dat hoeft dan ook niet, want ik heb dan gelukkig dat nog. Maar andere mensen die zitten met prijzen van 3 euro per kuub. Ja, dan heb je toch echt wel pijn in je portemonnee. En dan moet dit de pleister op de wonden zijn. Nou. Sinterklaas, heeft u er wat aan gehad? Of zegt u, nou, het is zo ver van mijn bedshow, het is in Nederland, ik heb daar eigenlijk helemaal niets mee? Ik moet heel eerlijk zeggen, de Spaanse wetgeving is natuurlijk heel anders dan in Nederland. Ja. Maar de maanden dat ik in Nederland ben, ik spaar hier natuurlijk ook voor mijn pensioen, want ik word hier toch gemiddeld een kleine maand per jaar. Mag dat? Nee. Maar ik heb er wel wat aan. Hartelijk dank, Jeroen Wolfsen. Die zie ik trouwens ook wel eens bij andere programma's. Hij snabbelt overal wat bij. Is het er zo, hè? Ja, hij moet natuurlijk ook op de centjes letten. Dus ja. Is meegenomen. Kruidnootje op mij, Jeroen, want je bent ziek. Beterschap namens de Pieter. Ja, dank u wel, Sinterklaas. Dank u wel. Dank u wel, Jeroen Wolfsen.